Goeiedag. We zijn in de decembermaand aanbeland en dat winterweer begint steeds meer op stoom te komen. We zien hier op de foto ook rijp aanzetting op het prikkeldraad. Wat nevel en mist in de verte en dat decemberzonnetje wat daar bovenuit komt en wat nog hard zijn best doet om de lucht wat op te warmen en die temperatuur wat omhoog te krikken. Nou, aan het begin van deze 30-daagse periode hebben we ook nog met dat koude winterweer te maken. En dat heeft ook te maken met de ligging van de straalstroom. Het is een band met hoge windsnelheden, ongeveer op 10 kilometer hoogte in de atmosfeer. En die geeft vaak de grenzen aan waar zich koude en wat zachtere luchtsoorten bevinden. Als we dan even kijken waar die straalstroom zich volgende week ongeveer bevindt, dan valt op dat die heel zuidelijk komt te liggen. Boven Portugal, Spanje, Italië, echt ver ten zuiden van Nederland in het Middellandse zeegebied. Daar komt die straalstroom voor. En dat betekent ook dat wij in Nederland wat aan de noordkant van die straalstroom zitten. En dat we dus over het algemeen in een koudere luchtsoort terechtkomen. Dat is ook mooi te zien aan deze animatie van de bovenluchttemperatuur. We zien hier die donkerblauwe paarse kleuren boven het noorden van Europa. Een soort bel met koude lucht hoger in de atmosfeer. En de wat lichtere kleuren, lichtblauw, geel en groen, dat is weggelegd voor het zuiden van Europa, net dus aan de warme kant van die straalstroom. Nou, die koude lucht zit dus hoger in de atmosfeer, maar wat voor temperaturen kunnen we dan aan de grond verwachten? Dringt die kou ook door tot lager in de atmosfeer? Doe ik even een klein stapje verder vooruit, de week voor de kerstdagen, 19 tot 26 december. Dan valt op dat die kou in het noorden van Europa stevig in het zadel zit. Boven Scandinavië en de omliggende landen 3 tot 6 graden onder het gemiddelde. In Nederland bevinden wij ons aan de rand van die koude luchtsoort. Wordt een afwijking van 1 tot 3 graden naar beneden berekend. En eind december hebben we in Nederland klimatologisch gezien een maximumtemperatuur overdag tussen 5 en 7 graden. En met deze berekening zouden we overdag dus net iets boven het vriespunt uitkomen. Wat ook mooi opvalt in deze kaart is die zachte lucht in het zuiden van Europa, net dus aan de warme kant van die straalstroom. Houdt die koude lucht dan stand ook op de wat langere termijn? In de periode tussen kerstmis en oud en nieuw wordt bij ons nog wel een afwijking naar beneden berekend. Maar het valt wel op dat die koude luchtsoort geleidelijk een klein beetje wordt teruggedrongen, echt meer richting het noorden van Europa. En dat betekent ook dat een luchtmassagrens, een overgang tussen die koudere en zachtere luchtsoort, dat die ook wat dichter bij ons land in de buurt kan komen. Dat maakt de weersverwachting ook heel complex. Als die luchtmassagrens zelfs boven ons land komt te liggen, kan dat betekenen dat het in Groningen en Drenthe kan vriezen, terwijl het in Limburg en Brabant misschien wel enkele graden boven nul is. Kan ook binnen een week voor grote temperatuurverschillen zorgen. Dus op deze termijn neemt de onzekerheid wel behoorlijk toe. Die zachte lucht in het zuiden van Europa die lijkt wel redelijk stand te houden. Nou, dat was het stuk over de temperaturen in de bovenlucht en aan de grond. Maar wat voor weerbeeld kunnen we daarbij verwachten? En daar is de luchtdrukverdeling natuurlijk ook heel bepalend voor. Komende week tussen 12 en 19 december hoge drukinvloeden in de omgeving van Groenland en IJsland. Ook het westen van Noorwegen krijgt daar nog mee te maken. En die lage drukgebieden, ook deels opgepikt door die straalstromen, die kiezen voor een wat zuidelijkere koers, komen boven het Middellandse zeegebied uit. Maar dat wil niet zeggen dat er af en toe lage drukgebiedjes zijn die afwijken van die koers en die ook wat afbuigen naar het noorden. Kan eventueel in Nederland dus ook wel wat wisselvalligheid introduceren. En met die koude lucht in de buurt kan dat natuurlijk heel snel ook winterse neerslag opleveren. Nou, dat afbuigen van die lage drukgebieden naar het Middellandse zeegebied levert daar behoorlijk wat neerslag op. Daar echt kletsnatte omstandigheden komende week in een groot deel van het zuiden van Europa. Vooral Portugal springt er ook tussenuit 30 tot 60 millimeter boven het gemiddelde. En waar die hoge drukgebieden zich bevinden, daar is het juist wat droger dan gemiddeld. Nou, hoe gaat die luchtdrukverdeling zich verder ontwikkelen? Eind december 19 tot 26 december
blijken die lage drukinvloeden een beetje uit de weerkaart te verdwijnen. Maar hoge druk in het noorden van Europa zit nog steeds stevig in het zadel. Het is even de vraag waar die hoge drukgebieden precies tot ontwikkeling gaan komen. Wordt dat een Scandinavisch hoge drukgebied, kun je bijna een soort geblokkeerd weerpatroon krijgen. Een oostenwind die koude continentale en ook droge lucht aanvoert. Maar als dat hoge drukgebied eventueel wat westelijker komt te liggen en je een noordwestelijke stroming krijgt, dan kun je ook winterse buien vanaf de Noordzee krijgen. Dus best grote verschillen zijn op die termijn nog mogelijk. Nou, met dat terugdringen van die koude lucht, die lage drukgebieden die eventueel koers zetten naar het noorden, betekent ook dat het zwaartepunt van die neerslag geleidelijk iets naar het noorden kan verschuiven. We zien het ook voor deze periode. In Nederland wordt het geleidelijk berekent dat het iets natter dan normaal kan worden en daarbij dus ook een grote kans op winterse neerslag. Dan nog eventjes samenvattend. Aan de koude kant van de straalstroom bevinden we ons en dat blijft op de lange termijn nog wel even het geval. Hoge drukgebieden zijn dominant boven Noord-Europa en Zuid-Europa. Dus eerst veel lage drukgebieden, maar op de lange termijn vervaagt dat signaal een beetje. En daardoor lijkt het er ook op dat de neerslag geleidelijk wat noordelijker kan komen. En dat wij in Nederland dus ook een grotere kans hebben op sneeuw of andere vormen van winterse neerslag. MUZIEK